Goedenavond. Na alle publiciteit rond de Nobelprijs voor de Vrede die hij gisteren kreeg, heeft Lech Walesa vandaag aandacht gevraagd voor de toekomst van solidariteit. Hij kondigde onder meer aan dat hij begin december met een programma zal komen voor de verdere strategie. Op de Poolse regering deed hij een dringend beroep om weer te praten met solidariteit. Żadna grupa, ani Lech Walesa, jeśli społeczeństwo będzie po innej stronie, nie wyciągnie i nie zrobi z tego Polski na miarę naszych apetytów. Tylko wspólnymi siłami, tylko przy stole, przy uderzeniu się w piersi, przy szukaniu, przy wybaczeniu sobie wielu rzeczy. Tylko w porozumieniu jest rozwiązanie problemu. Snelle resultaten moeten ook bij de onderhandelingen over de kernraketten over de lange afstand niet worden verwacht. Dat werd vandaag in Genève duidelijk, waar Russen en Amerikanen het zogenoemde startoverleg over de strategische kernbewapening hervatten. Als de tegenstellingen wat minder kunnen worden voor kerst, mogen we niet klagen, zei de Amerikaanse onderhandelaar bij het begin van de vergadering. Op tafel lag het nieuwe voorstel van de Amerikaanse president Reagan. Hij stelde eerder deze week voor om tegenover nieuwe kernkoppen een extra snelle vernietiging van oudere systemen te stellen. Zo zou de totale hoeveelheid kernkoppen aan beide kanten afnemen. De Russen hebben het plan al vaag en onduidelijk genoemd en toch een verkapte vorm van versterking van de Amerikaanse bewapening. De Amerikaanse onderhandelaar Rowney gaf vandaag tijdens de vergadering op de Russische ambassade een toelichting aan zijn Russische tegenspeler Karpov. Dat gebeurde zonder pers en publiek, want de vergaderingen worden achter gesloten deuren gehouden. Na een vergadering van bijna 3 uur ging men uit elkaar zonder nadere mededelingen. Alleen dat de Russische en Amerikaanse delegaties elkaar volgende week dinsdag weer zullen treffen. Door tegenvallende verkopen is volgend jaar bij Fokker werktijdverkorting nodig. De vliegtuigmaatschappij heeft vandaag aangekondigd dat er volgend jaar 7 toestellen minder worden gebouwd. Fokker was van plan om in 1984 32 nieuwe vliegtuigen te bouwen. Dat worden er nu 25. De productieplannen worden teruggeschroefd omdat de luchtvaartmaatschappijen nog steeds aarzelen bij het bestellen van nieuwe vliegtuigen. De klanten van Fokker zitten te wachten op betere tijden, dus meer passagiers. Het personeel van Fokker gaat voor een deel korter werken. Ook zullen er eerder dan de bedoeling was mensen worden ingezet om het voorwerk te doen voor nieuwe projecten. Zowel de F-27 als de F-28 worden gemoderniseerd. Fokker verwacht met deze modernere toestellen een goede slag te slaan als de luchtvaartmaatschappijen straks niet langer kunnen wachten met het vervangen van oude vliegtuigen. Fokker wil van de overheid een 500 miljoen gulden steun voor het moderniseringsproject. De regering heeft een paar 100 miljoen beschikbaar, maar wil zeker weten dat de nieuwe toestellen goed zullen verkopen. Het nieuwsoverzicht. De VEGIN, dat is de organisatie van gemeentelijke en regionale gasbedrijven, is tegen iedere verhoging van de gasprijs. Tijdens de ledenvergadering vanmiddag in Apeldoorn van de VEGIN waren de gemeentebestuurders eensgezind in hun verzet tegen de verhoging van de gasprijs met 4 cent per kubieke meter. De VEGIN besloot zich desnoods via de rechter tegen de verhoging te zullen verzetten. Het chemisch bedrijf Dufar is door de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de bodemvervuiling van de Volgermeerpolder bij Amsterdam. De staat wil dat Dufar alle kosten betaalt die zijn verbonden aan het schoonmaken van de polder. En dat kan wel in de tientallen miljoenen guldens lopen. In de eerste helft van de jaren 60 stortte Dufar, toen nog Philips Dufar, rond 10.000 vaten gif in de Volgermeerpolder. De LTS is als schoolopleiding het duurst, blijkt uit een onderzoek van FNV, de ABOP, de Gezinsraad en Consumentencontact. Een groot aantal ouders werd gevraagd naar de kosten van de schoolopleiding van hun leerplichtige kinderen. Die blijken gemiddeld in het voortgezet onderwijs 825 gulden per kind per jaar te zijn. Er zijn verschillen. MAVO en HAVO kosten gemiddeld 770 gulden. De huishoudschool komt op 815. En de LTS-opleiding kost nog altijd 1010 gulden. De duurste school dus. De Britse schrijver William Golding heeft de Nobelprijs voor literatuur gekregen. Het werk van Golding telt niet veel boeken. Het bekendst is zijn eerste roman Lord of the Flies. Voor zijn laatste roman, Rites of Passage, kreeg hij de Bookerprijs. Veel van zijn werk heeft met de zee te maken. De jury van het Nobelcomité was niet eenstemmig in de toekenning van de prijs aan Golding.
It's an image. Tot besluit de weersverwachting van het KNMI geldt tot morgenavond. Eerst enkele opklaringen. Morgen geleidelijk meer bewolking en in de middag of avond mogelijk regen. Minimumtemperatuur ongeveer 9, middagtemperatuur omstreeks 17 graden. Vannacht tijdelijk zwakke, morgen tot matig en aan zee later af en toe tot krachtig toenemende zuidwestenwind. De vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag. Half tot zwaar bewolkt en perioden met buien. Middagtemperatuur omstreeks 13 graden. Einde van dit bulletin. Goeienacht.